Zijn nieuw probleem in de Hangouts groep, zie ik. Kan ik een invite krijgen? We zijn op jullie aan het wachten. Ja, maar ik heb geen invite. Kan ik nog een invite krijgen? Is trouwens de SRL stream al aan of nu? Even kijken. SRL League. Ja, ze zijn live. Wacht, ik zie wel eventjes een linkje in een oude hoek, want Wart en Jesse zeiden dat ze wel willen kijken. Dat boeit me geen reet. Nee, ja, vooral Wart, want Jesse die had volgens mij een wedstrijd zo. En Wart is volgens mij aan het kijken, want ik zie dingen verschijnen in de chat. Oké. Okay. Hey, Nick Sauber over. Oké, ik pak even mijn powerbank voor mijn telefoon, die waarschijnlijk gewoon echt anders binnen een kwartier leeg gaat. Ja, mijn telefoon is ook aan het sterven. mijn oplader, mijn controller oplader is een beetje half kapot, dus ik moet echt mijn controller helemaal ondersteboven houden. Dat gaat niet. Ja, dat is dus ook met mijne. Zo. En ik, bij jou hoef ik het niet te zeggen, jij maakt toch altijd een fout. Hé, maar Bart, tot nu toe dit seizoen heb ik nog geen fout gemaakt. We zijn pas twee races in, maar even goed, het is toch iets. Ik ben echt bang dat ik het even fuck. Ja, ik ook. Sowieso ook, deze baan is zo makkelijk met penalties ook oppikken, maar ook... Wat ik trouwens merkte heel erg, je weet wel, bocht 4, die lange linker. Ja. Daar, ik was in de training gisteren af en toe aan het een beetje vlak achter anderen aan het rijden en zo. En echt elke keer door de dirty air verloor ik daar de achterkant. En als je daar de achterkant verliest, dat gaat zo snel dat je echt bijna onmogelijk het kan opvangen. Dus ja, ik denk als je vlak achter iemand zit en vooral als je banden een beetje zijn versleten, dan heb je er met dirty air echt, moet je daarvoor oppassen. Ja. Yeah. Oh, ik krijg nu volgens mij een party invite van de rest. Oh, uitnodiging kan niet meer worden gebruikt, dan ben ik iets te laat. Oh, wacht, ik had er ook eentje van Sandro. Oh nee, wacht, laat maar, dat was gisteren. Even met hem. Oh ja. Ja, oh, we gaan beginnen. Ik joinde, toen ging jij bij Leaf of zo. Oh, okay. Maar toen was het alleen Sandro, Dion en ik. Het was al gezellig. Oh ja. Wat ga jij voor speed strategy doen? Ik denk gewoon hypers naar ultra's. Ik denk gewoon de standaard, want de bandenslijtage is hier zo laag dat... Ja, er is niet zo heel erg veel qua strategie. Het enige wat je kan doen als je in verkeer zit, dat je al heel vroeg gaat pitten in de hoop dat je dan in clean air komt. Aangezien je kan heel erg vroeg gaan pitten omdat je toch weinig slijtage hebt, zeg maar. Dus ik denk dat dat het, de strategie wordt voor mij. Ik ga trouwens wel een softere allocation doen. Oh, ik heb gewoon balanced. Ja, kan ook. Het maakt niet zo heel veel uit, maar voor het geval dat ik nog een extra stop moet maken met schade of zo. Want je gaat toch geen soft gebruiken. Ik kan echt zenuwachtig voor deze race. Ja, ik ook eigenlijk. Ja, je favoriete baan. Ja, ik heb net 3 rondjes of zo zitten oefenen, maar het spel die... Elke keer verandert hij van traction control naar geen traction control en zo ook niet. Oh ja? Dat is een ik heb. Dat is heel erg zweten. Oh ja. Even kijken hoor, Wart zegt, blijven jullie alleen in de party? Ja, denk het wel.
Anders blijf je toch met z'n tweeën? Ja, dat gaan we maar gewoon doen. Ik hoop droog, regen, droog. Oh ja, dat is natuurlijk ook nog iets dat kan. Oké, laten we kijken wat de... Even kijken. Weerbericht is. Droog. Ja, oké. Oh ja, trouwens, qua setup heb ik deze keer helemaal niet afgekeken bij iemand anders. Ik ben zelf creatief aan de slag gegaan. Ik wel. Ik weet niet, wat heb jij dan? Van wie heb jij dan afgekeken? Van de website. Echt? Oh, want soms doe ik gewoon van iets van Francis of zo. Of iemand die snel is, eventjes in een time trial setup kopiëren. Oh, ja. Maar ik heb helemaal geen time trial gedaan, dus... Ik één keer, net heel even. Oh ja, dus ik weet niet of wat ik heb echt helemaal optimaal is, maar... Wat heb jij dan qua vleugels eigenlijk? 3,6. Oh ja, ik heb 3,7. Ja, maar ik heb Vince... ook een Sandro op de 1,8 of zo. Nou, wat heb jij qua weight distribution? 7. Ik 9. Ballast? Ja, ballast, ja. Ja, ik heb 7. Ik denk dat ik heb 9, maar misschien dat ik hem op 8 doe, gewoon om de achterkant iets stabieler te maken. Ik ga even wachten met op de baan gaan, want het is een beetje druk. Oh ja? Ga ik nu? Ik ga nu, fuck it. Ja, ik ga ook wel een beetje vroeg, denk ik, voor... Heb jij minste, heb je gewoon 5 kilo fuel of niet? Dat heb ik niet gezien. Oh. Ik heb 4 sets hypers om te gebruiken voor deze sessie. Maar ik weet niet eens of ik daar wel genoeg, ik denk niet eens dat ik daaraan kom, want... Je hebt niet genoeg tijd om 4 runs te doen. Bart vindt het saai dat het niet gaat regenen. Oh, wat zei je? Dit set heb je 1 streep, ik denk altijd dat je daar al zeg maar kan gaan. Oh ja, inderdaad, ja, al wat eerder, ja. Ja, dat deed je ook. Ik had gisteren trouwens ook uitgerekend hoe laat je de pits uit kan gaan om dan nog met 1 seconde over de finish je ronde te beginnen. Dat was niet helemaal de bedoeling, maar ik was een beetje laat. Dus dat was meer geluk dan wijsheid dat ik gisteren nog op tijd was voor mijn laatste ronde. Wacht, waar staat mijn tracking control nu op? Ja, nu zit het vol, ik snap het niet. Ik heb net geoefend met medium. Oké. Okay. De medium ben je zo gezet op deze baan. Van ja, bijna een halfste. Mijn geluid ietsje harder. Oh ja? Ja. Dat maakt wel echt verschil. Oké. Okay. Maar ik heb best wel een losse setup. Ik kan heel snel controle verliezen. Een ronde per run of niet? Ik denk het wel, ja. Tenzij ik een fout maak of mijn rondetijd gecanceld wordt. Overtake op echt een stuk. Ja, inderdaad. Op deze baan is de ERS best wel hoog. Je kan niet hotlap of overtake gebruiken de hele ronde lang. Maar aan de andere kant, de laatste sector is wel, heb je toch niet zoveel punten waar je echt power nodig hebt. Dus als je voor het eind van de ronde al zonder ERS zit, maakt niet zo heel veel uit. Dan heb je alleen maar die krappe bochtjes zonder echt rechtstuk ofzo. Oké, ik begin nu aan mijn ronde. Oké, succes. De eerste ronde is meteen echt al fucking hoog. Ja. Oh. Gecanceld. Corner cut. Ja. Ah. Track extend. Ik denk dat ik dan... Ja, ik moet dan maar naar binnen gaan. Ik heb niet genoeg fuel voor nog één. Trouwens, dat gesnij op de achtergrond is echt heel erg irritant. Ja, zo dicht. Oh, Jesus, mijn gesprint. De laatste sector. Please goede ronde. Oh mijn god, nee, dat is geen goede ronde. 1, 2, 30, 6. Oh ja. Dan heb jij in ieder geval al een bankertijd, ik heb nog helemaal geen tijd. Ja.
Ah, ik ga de pits in. Ja, ik ook. Ik heb nog genoeg fuel, maar... Ja. Met ERS kan je geen twee runs. Ja, dat ook niet, ja. Nou, Bart moedig jou ook aan in de chat. Oh, jammer dat mijn eerste rondetijd meteen gecanceld is. Ik ging net iets te wijd bij drie bochten voor dat soort van rechte stuk. De backstraight, daar ging ik iets te wijd. Ja, deze baan maakt zo'n fouten. Ja, is het raar dat ik de stream van Nick kijk terwijl ik meer voor Jure ben? Ja, ik stream. Ik kan wel streamen, ik zit nu toch op kabel. Oh ja. Oké, okay, nieuwe setje banden. Ik kan sowieso niet komen bij. Ik ga weer naar buiten. Okay. Oh. Oh. Drift in de tweede laatste bocht. Ja, die pit ingang, ik ben er trouwens ook bang dat ik daarin ga speeden. Of staan de penalties uit daarvoor? Ik weet niet. Nee, ik denk niet. Maar even goed, ik denk dat... Volgens mij staan de penalties voor speeden in de pits uit, maar gaat Sandro waarschijnlijk je race terugkijken en je penalty geven als je wel speedt. Nou, bij jou niet trouwens, want je bent niet aan het streamen, maar... Ja, ik ga nu dus streamen aanzetten. Oké. Okay. Oh, kijk, staat al hier al de SRL Round 2 in Austria. Moet ik even wat veranderen. Haha. Zo. Ah, oh, nu is mijn muziek uit. Pas op hoe kan je... Is, muziek uit. Is er eigenlijk een manier om op een heel snelle wijze iemand in een party te muten? Zonder naar je PlayStation menu te gaan? Je PS-knop in te terughouden. Echt? Ja, maar dan krijg je die instellingen, toch? Ja, ik weet. Ik zou eigenlijk graag voor gewoon alleen mijn kwalificatieronde geen achtergrondgeluid willen. Ik duurt het nog wel even. Oké, is goed, dankjewel. Oké, okay, derde tijd. 30-9.
best lap so far is a 1 minute 30.9. Set. Everyone clear? Car to track. Ach, kut, sorry. Ja, had je gecanceld ofzo? Ja. Oh ja, ik dacht ik zeg maar niks, want ik zag dat je met een ronde bezig was. Ja, het was helemaal het begin ook. Maar ik kreeg gewoon linksboven berichten binnen van comments van Bart. Oh ja, ja. Dat leidt een beetje af, ja. Ik laat die comments weghalen en gaan. Oh, hoi. Hoi, je bent... Bij mij zit er een rood kruisje achter je naam. Oh, hè? Je reed de pits uit achter me. Nee, ik ging de pits in juist. Oh, dan was er een beetje desync daar. Maar trouwens, Bart, sorry voor de skip, maar ik... Jure had zichzelf even gemute, maar ik zei even niks. Omdat ik wist dat Jure bezig was met de ronde. Want ik zag je rijden en toen ik net even in de garage keek, stond er zo'n blokje achter je naam. Wat betekent dat je in een vliegende ronde zit, dus... Ja... De kleinste dingen leiden je echt af met als je in de kwalificatieronde zit. Maar ik ben echt... Oh, ik was net een beetje... Ik heb wel een 30-9 waarmee ik vierde sta, maar... Ik ben, omdat ik ook mijn vorige ronde gecanceld had, was ik een beetje aan twijfelen steeds. Ik was heel erg twijfelachtig elke bocht van... Oh, niet buiten de baan en toch een beetje van... een beetje... Ja, ik weet niet. Vooral ook bocht 2 en 3 ben ik altijd een beetje twijfelend met... Ja, ik weet niet, dat insturen of zo. Ik heb weinig confidence of zo. Trouwens, er wordt best wel close of ik... Ja, fuck, ik ga nu al. Ja, ik denk dat dit mijn laatste ronde wordt, want ik heb... Ja, niet dat ik nu tijd heb om nog naar binnen te... Nee, tenzij ik nu mijn rondetijd cancel en... Ja, ik zie wel. Ja, als ik... Ik wil tenminste nog een goede ronde kunnen zetten. Ik ga nu beginnen. Ja. Ook, ik kom zeg maar vlak voor je uit de pit. Maakt niet uit, ik start nu mijn ronde. Ja, en ik bedoel, ik ga zo hard spam. Als ik hem nu, ik ga nu gewoon pushen. Als hij gecanceld wordt, ga ik naar binnen en anders niet. Ik ben jij net voorbij. Ja, ik zag het. Ik ging nog even afremmen in de pit. Oké. Die pitlion. Wow. Die pitlion, zeg maar. Niet zo lang, maar ik ga hem beperkt houden. Ja, maakt niet uit. En gecanceld. Oké. Dit wordt heel erg close. Als ik... Nou, dat ga ik niet meer redden. Nee, ga ik niet meer redden. Oké, ik ben klaar. Vierde. Beter dan 14e. Ja. Ik heb maar 1 ronde gezet. Ja, ik heb ook maar 1 ronde gezet. Ik zei, oh, trouwens, ik kan je misschien wat slipstream geven. Ja, ik weet niet, is dat tegen zijn kant? Oh, dan komt iemand anders aan. Weet je, ja, laten we dat maar niet doen. Ja, oké. Okay. Komt er niemand? Ik ga het af van je afnemen. Ja. Ik ga deze even voorbij laten, voor ik me echt rond was. Oh, jammer dat ik... Yeah. Ja. Het ziet altijd... Dat is Mr. Arp, die zal niet zo snappen. Hoe staat hij 9e? Jezus. Hij staat altijd achter me. Hij gaat de pits in ook nog. Ja. Oké. Echte ronde, let's go. Succes. Dat is mijn enige kans. Ja. Het begint goed. Nee, oh, ik ging best wel goed, maar perfect 1 bocht toe. Dat is nog niet geen verder date. Oké. Ik zeg.
Voor bij mijn auto daar. Zag het. Oh, daar gaf ik kreeg ik wel een hele grote boost van 0,3. Oh, nice. P13. Ik ben één plek omhoog. Ja. Min 0,335. Ah, oh, ja. Oh, ik had zelfs nog een ronde dan, maar. Heb je genoeg fuel? Ja, dacht ik wel. Nee. Ja, Bart vroeg aan mij ook, waarom ging ik niet voor nog een ronde? Ik had te weinig fuel, dus... Ik had iets van 0,6 ook over, dus dat ga je niet... Tenzij je de hele ronde in Leemix doet, maar goed, dan kom je ook echt ver mee, dus... Ik krijg nu allemaal comments binnen van Bart waarschijnlijk. Maar, waar sta ik eigenlijk? Oh, 4 nog steeds. Want ik ging echt met een paar tiende groen toen ik hem cancelde, dus... Ik denk mijn maximum haalbare zou 2e zijn. Die tijd van Francis was ik niet aangekomen. Maar, paar tiende eraf had mijn tweede gezet. Ik ben het P13. Ja. Ik hoop gewoon dat er voor me een ongeluk gebeurt. Ja. Iemand is hier gespind. Oh, ik heb geen fuel meer. Dus die ontstaat. Ah ja. Staal. Nu mag ik een half uur terugrijden. Wacht, kan ik niet retire? Ja, wel, volgens mij wel, ja. Waar doe ik dit? Gewoon een pauze zetten retire of zo. Retire from session. Ja. Ik bijna ook quit from session. Haha, dat moet je niet doen. Dat heb ik een keer gehad per ongeluk in AOR. En toen kon ik gewoon... Toen was ik net... zeg maar, toen joined ik wel weer. Maar toen spectate ik mezelf. En kon ik geen controle meer nemen van mezelf. Dus dat was echt heel frustrerend. Peter, peuk Nick even iedereen. Ja, ja, doe dat. Ga even, zeg maar... De pack even opstaan. Oh, Nick is een vijfde. Oh, Sandro is gewoon derde. Inderdaad. Oh, zesde nu. Ja, nu begin ik terug te vallen. Oh, daar is Billy. Facilios. Ja, die is... Oh, die is naar Facilios. De... Is die naar de pole position? Sure. Nee, Francis. Oh, laat maar. Ik kijk naar de andere Forcinia. Facilios, Pacey, Bailey... Ik weet niet wat zijn achternaam is. Iets Grieks. Nee, ja. Bailey Tsios. Dat, ja. Ah, oh, zonde. Ik had echt sneller gekund. Ik heb maar één rondje gezet en die was echt heel erg twijfelachtig. Wow, Jesperker en Billy hebben dezelfde tijd. Echt? Ja. Oh ja. Wow. Maar kijk hoe close. Tijd. Kijk, 1/10 geïmproved en dan was ik derde geweest. Dat makkelijk gekund, maar ja. Ja, als ik mijn rondetijd niet gecanceld had, was ik derde. Maar goed, dat heb ik wel, dus dat is stom om te zeggen. Ah, kut. Ik kan langzamer dan samen dan. Hij zei dat als ik langzamer ben dan hij, de qualifying, dat ik nooit meer mag praten over dat Sochi een goede baan is. Oh. Trouwens, ik heb steeds dat mijn telefoon omvalt vanwege de trillingen van mijn force feedback, dus... Ja. Nee, ik schrok er net van toen het gebeurde tijdens mijn rondje, maar... Ja. Dat kan ik ook niet meer in de chat lezen als het tijdens de race gebeurt. Oh, iemand heeft meteen al op start gedrukt. Waarom zou je dat doen? Oké, ronde 10, ja, pitten. Ik ga wel iets minder... Hoeveel fuel ga jij doen? Ik ga misschien 29,5 of zo. Oh, ik heb niet gedaan. Ik heb niet opgedrukt. Oh, nee. Ik drukte per ongeluk meteen op start. Ik dan heb je niet... waarschijnlijk 30. Heb niet... Je bent dan een beetje geoverfueld, denk ik. Maar dat is misschien niet eens zo slecht. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Oké. Ik ben zo zenuwachtig van een race. Ja, ik ook. Ja, ik ook. Ik wil ook zo graag mijn podiumstreak houden. 19 mensen ook gewoon. Oh, de tirespin. Oh my god. Ik had zoveel tirespin bij die start. Oh ja? Ik ben bang dat het straks weer gaat gebeuren, ja. Ik had vast een oefenstartje gehad. Ja. Oh ja, ik wil ook echt gewoon clean door deze race heen komen, zoals je altijd hoopt, maar... Oh, ik ben echt bang dat ik iemand raak. Ja, ik ook. Maar ik denk op deze baan, als je in de eerste ronde meteen je vleugel beschadigt, je kan gewoon in de eerste ronde pitten naar ultra's en het tot het eind maken. Dus dat is de enige blessing in the sky. Hoe erg ik dat zeker weet? Ja. Nou, ik weet dat zeker, want de bandensportage is hier echt heel erg laag. Ja, maar ook echt ultra's, hè? Ja, maar zelfs op de hypers kom je heel ver. Misschien wel tot het eind. Oeh, dat is heel close voor Samuel. Sterker nog, het kan zelfs een voordeel zijn als je natuurlijk heel vroeg gaat pitten en dan in
clean air terechtkomt. Een hele grote undercut maken. Ja, inderdaad, als ik achter iemand vastzit en ik word opgehouden, ga ik sowieso vroeg de pits in. Misschien iets van ronde 4, 5 of zo. En anders ga ik gewoon door tot iets van 10. Maar ik hoop maar gewoon dat ik ergens een beetje met schone lucht voor me terechtkom. Ik hoop echt dat ik niet te veel wheelspin krijg straks. Dat gaat je heel erg afremmen namelijk. Maar ja, inderdaad. Ik had een koude banden, nu heb ik warme banden. Oh ja. Oh, dus ik heb ineens... Dat is toch minder wheelspin, neem ik aan. Ja, inderdaad, als ze goed op temperatuur zijn. En ook gewoon, ik ga ook zo min mogelijk penalties oppakken. Tot nu toe is het me gelukt in de eerste twee om geen penalties te pakken, maar hier is dat wacht heel lastig. Ja. Yeah. Zo. Oh, mijn handen zweten. Kut, zo gek. Ja, mijn ook een beetje. Eerste, last online. Ja. Hopelijk logt hij niet in mijn account, dan word ik uitgekikt. Oh, ja. Het zou echt kut zijn. Ja. Nou, er staan al een paar auto's hier klaar. De formation heb niet gehaald, hè? Oh, zenuwen. Okay, ik hoop echt dat er iemand in komt. Ja, ik ook zo erg. Oh, hier gaan we, oké. Okay. Succes. Oh my god, dat duurt echt heel lang. Ja, inderdaad. Ah, oh, ik had best een goede start. Ik ook. Nee, Klaas, ik ga niet in je party. Ik weet niet waar Breaking Point is. Ik ook niet, ik ren maar vroeg. Oh shit, ik word geraakt. Oh, ik ook van achteren. Oh. Bijna spin. Achter me is iets gebeurd. Iemand achter me die wist niet waar Breaking Point was. Wow. Hier ligt een voorvleugel. Ik heb samen al ingehaald. Nice. Ik lig zevende. Jij? 13e. Oké. Okay. Ik ben heel veel plekken verloren en werd gekend. Dat was best wel chaos. Ja, bij mij ook. Ik ben met 14e. Nou, oh, Kerman en Sandro. Gelukkig hebben we allebei geen schade. 5. Oh. Ik raakte Ivan. Half spin. Ik raakte hem op de achterkant. Oh, ik krijg allemaal in fights van iedereen. Alsjeblieft, nu niet. Oh, van wie? Ja, nu van iemand die wel eens mijn streams kijkt, die me uitnodigt voor GTA. Ja. God. Ene Tom iemand of zo. Die gaat pissen. Oh, de Tom. Ja. Laatst toen jij weg was, als ik het controller leeg was, toen zo in de heide party en het was zo awkward. Oh. Toen was echt zo. Nou, ik kan niet echt uitleggen waar ze ik stond. Dat is het wel van, ja, oh, mijn vrienden in feite wanneer ik ga weg. Dat was ook heel jong, dat was heel erg ja. Oh, Billy is, heeft een fout gemaakt. Oh, nice. Ik ben er voorbij. Ik heb plus 3 laps fuel. Ja, ik heb plus 2,5. Oh, ik word opgehouden achter Sandro en Cameron. Heel erg. Ik zit best wel vrij. Ik lig 12e. Oh, nice. Ja, gelukkig hebben we allebei geen schade, dat scheelt echt. Ja, inderdaad. Oh, ik word zo erg opgehouden hier. Misschien DRS. Nog geen DRS, slipstream. Ik slide zoveel door de bochten. Ik ben echt mijn banden aan het verwoesten, denk ik. Oh ja, oh Sandro, kom op. Ik heb 22 comments, maar voor mij is dat allemaal van Bart. Ik lees niet verder. De telefoon ligt uit. Oh my god, Billy. Zit aan mijn binnenkant. Sorry als ik daar de deur dicht gooide. Oh, ik ben gespint. Oh. Ik ga achter tevoren. Oh, dat is jammer. Ik ben... Twee posities kwijt gedaan. Dus ik dacht er... Oh mijn god! Oké, mijn banden zijn er heel erg aan het overheat. Oh ja, dan moet je even heel erg rustig aan doen. Ja.
Probeer maar daarmee door de laatste sector heen te komen. Ja. Ik heb mijn eerste waarschuwing ook. Ah, fuck man. Wat als ik gewoon traction control op full zet? Gewoon even cheaten. Dat is echt... kut. Ik lig 14e. Ah, ja. Van de 19. Mijn achterbanden zijn nu al 25%. Ja, misschien moet je alvast vroeg pitten. Oh, meen dit. Oh, nee. Je bent eruit. Nee. In bocht 4, die hele lange. Oh, ik ja. Ik zwom gewoon. Ja, ik dat heb ik dus ook gehad in de trainingen, ja. Ja, dat... Oh, dat is echt jammer. Ja, daar ben ik dus in de training gespind toen ik vlak 8 iemand ook reed. In de dirty air. Ja. Nou Bart, ik kan even je comments lezen. Oh, Fabio is net ook gejoind. Oh, nice. Ah. Maar dat was, ik kon er niet echt iets aan doen. Ik voelde gewoon letterlijk de grip. Klopt. Ik reed door de bocht. Gewoon mijn auto die ging gewoon niet meer fucking sturen ofzo. Ja, dat is inderdaad. Als je daar de achterkant verliest, dan ben je echt gewoon gezien. Ik ga proberen Sander voorbij te gaan met DRS. Oké, nou ik ga de stream kijken. Ja. Ik zeg, ik was soort... Ik word wel jouw ding. Ja. Engineer, ja. Eindelijk ben ik Sandro voorbij. De stream terechtkomt. Ik hoop dat hij dat gezien is. Oh, Billy is eruit. Ook gecrashed. Oh echt, oh shit. Hij is een kampioenschapscontender. Acroft ook. Ethan Croft. Gap to car in front is 4.6 seconds. Ik ben ook Cameron voorbij nu voor P4. Ik heb nu eindelijk schone lucht. Oh ja. Thank you.
Oh, ik had weer die glitch dat ik naar het PlayStation menu ging midden in een bocht. Dat me echt een seconde of twee verloor. Dat is echt zo irritant. Misschien dat ik deze ronde al ga pitten, misschien voor de andere kat. Oh. Box this lap. Confirmed, we'll receive you at the end of this lap. Ja, ik ga nu alvast 42% achter. Ik ging ergens zijwaarts de pits in. Gelukkig cleaner. Excess fuel. We'll be back on target soon. Don't wait too long to turn the engine down. Thank you.
Ik zette net de snelste race ronde en de andere kant is zeker krachtig geweest, want ik zit nu vlak achter Francis die net de pits uitkomt. Oh, nice. Niet verwacht. Thank you.
Oké, okay, Luis die is uit de race. Hij zat net vlak achter me en reed gewoon tegen mijn achterkant aan en verloor zijn wiel. Oh, what the fuck. En nam mij bijna mee, maar gelukkig was het in beeld. Was het in beeld toen nee, het... Maar... Oh, alleen nee, toen maar hij... ik zag dat hij... Het is echt wel weer tijd. Oh, oké. Okay. En ik heb ook net mijn eerste penalty opgepakt. Dat is wel jammer, ik was eigenlijk maar aan het voorbereiden op een strijd met Luis, maar... Maar je bent niet meer in de lobby, of wel? Ik kijk de stream. Oké, okay, dus je kan niet zien wie de penalties heeft en zo. Oh, dat kan ik wel. Misschien zijn we nog naar lobby. Nope. Oké. Okay. Oh, hij zegt al sorry, I broke myself. Nou ja, hij hoeft geen sorry te zeggen, want hij kwam er zelf het slechts vanaf, maar... Ja, hij verremde zich dus gewoon. Oké, okay, ik ben nu Little Piece voorbij en ik lig nu tweede. Volgens mij heeft hij schade of zo, want hij gaat best wel langzaam. Oh ja, trouwens, Joris zit niet meer in de party. En dat is waar ook. Sorry, ik kan even niet in de chat kijken, maar... Als ik hier tweede kan worden, dan ga ik heel erg blij zijn. Maar het is nog een lange weg te gaan. Maar ik kan niet geloven dat ik tweede lig na alles wat er is gebeurd. Francis is echt te snel, die ga ik niet meer catchen. En ik denk ook, het enige waar ik op kan hopen is dat hij penalties heeft, maar volgens mij heeft hij dat niet. Dus, de maximaal haalbare is tweede vandaag, maar daar ben ik absoluut heel erg blij mee. Moet het gewoon naar huis rijden, geen risico nemen, geen penalties oppakken.
Oké, dus Francis heeft ook 3 seconden. Dus het is gewoon eerlijk tussen ons. Dus tenzij er hele rare dingen gaan gebeuren, gaat Francis hier gewoon winnen. En ga ik tweede worden, waar ik echt, zoals ik al zei, heel erg tevreden mee ben. En ik zal zo meteen de chat gaan lezen, maar nu kan dat even niet. Dus excuses daarvoor. Jesper achter mij heeft ook 3 seconden, dus die is ook geen gevaar meer. 8 seconden terug. Zoals Jeff nu ook zegt. Daar is eer van Daniel die in ronde 8 staat. Laten we hopen dat hij niet voor problemen zorgt. Oké, dankjewel. Laten we hopen dat er nu geen Verstappen Ocon incidentje gaat gebeuren. Want ik ben niet aan het pushen en niet zo snel uitgaan. Ik ga dit nu gewoon consolideren. Ik heb niks meer om te winnen. En veel om te verliezen. Vooral nu de banden beginnen te slijten ook. Valt mee gelukkig. Want de slijtage hier is niet zo hoog. Heel laag eigenlijk. Dus dit wordt gewoon naar huis rijden nu.
Dus Francis heeft 6 seconden nu. En ik zit op 7,6. Dus in principe raak ik anderhalf achter hem. Dat is nog wel interessant eigenlijk. Misschien moet ik toch maar eens gaan pushen. Oh nee, wacht, laat maar. Ik heb natuurlijk zelf ook 3 seconden. Was ik even vergeten. We zitten niet anderhalf achter Francis. Ik moet sorry voor het gebrek aan praten, maar ik probeer me gewoon te concentreren om deze race uit te rijden.
time penalty.
Lekker, Niek, dankjewel. Oh, ik ben echt blij om tweede te zijn gefinished. Ben trots, ah, bedankt. Derde, tweede en tweede in de eerste drie races. Dat is op zich wel lekker. Bedankt dat je erbij was. Ik ga wel even teruglezen wat je allemaal hebt gezegd. Ik ga ook misschien even de party van de rest joinen. Waarom dat blauwe scherm? Omdat mijn stuur eventjes doodging. Kom op, Nick. Oh my god, wat een actie. Oh, ik weet niet waar je het precies over had. Nummer 3 rijdt op Hyper. Staat een SRL stream. Oh, mijn net. Oké. Okay. Je hebt ook 3 seconden. Ja, klopt. Dat realiseerde ik me pas later. Push, Nick, doe maar rustig aan. Je banden zijn 1 ronde ouder en blijven hetzelfde. Ja. Heb je de rest al gelezen? Ben ik nu mee bezig. Wat is dit beeld? Wat bedoel je? In bocht 4 binnendoor. Oh, je bedoelt op die ene... grap die schade had, volgens mij. Was het... Ik weet niet meer wie het was. Eigenlijk. Goed, een tweede plaats. Ik heb wel 1 penalty gepakt. Wel de minste van iedereen, zo lijkt het. 12 finishes maar van de 19. Maar ik ben echt zo blij om tweede te zijn geworden. Helaas is Jura als eerste gedNF'd. In actie voor plek 2. Oh ja, ja inderdaad. Had hij geen schade? Waarom ging hij dan zo langzaam? Ik dacht die schade... Inderdaad, want toen ik er voorbij was, keek ik naar achter. En toen zijn vleugel, die zag er nog helemaal intact uit. Maar hij ging gewoon heel langzaam. Misschien had hij heel erg versleten band of zo dan? Die reed op hypers van 14 ronden oud. Ja, dacht ik al. Ik dacht al zoiets. Ik moet heel even kijken of ik de party kan joinen. Van de anderen. Yo. Hey. P2. Ik werd opeens uit de party gekeken. Ik werd opeens uit de party gekeken. Ja, dacht ik al. Ik kon niet joinen, maar ik kon op privé had gezet. Oh ja. Oh, ik ben wel blij zeg. Ik ga met niks vragen, ja. Oh ja. Ik ben wel blij dat ik tweede ben geworden. Wel jammer inderdaad dat jij bent gedNF'd, maar ja. Ja, ik heb de DNF gestuurd op het set. Oh ja. Maar ik ben nu gewoon derde, tweede en tweede geworden. Volgens mij sta ik nu eerst in het kampioenschap, maar dat weet ik niet zeker. Maar... Ja. Ik denk het wel, aangezien Louis was volgens mij eerst en die is nu gecrashed. Dus ik heb waarschijnlijk de leiding nu. Dat weet ik niet, dat zou kunnen. Jij hebt zeker ook een band van de aanmacht, hè? Ja, ik heb je zeg maar gestuurd van het moment dat ik spinde, de eerste keer, tot zeg maar de crash. Oh ja, oké. Okay. Ik had trouwens ook de laatste paar ronden dat ik ook steeds af en toe eventjes moest opvangen in bocht 4, want ik bijna de achterkant verloor. Of nou, ik verloor een beetje de achterkant. Ja, zag ik in de stream, soort van. Nou ja, in mijn of in die van de Fox? Ja, in Fox's ding zag je zeg maar de tijd en je verloor best wel veel tijd in de laatste paar ronden. Oh ja, ja klopt. Behalve de laatste erin nog een beetje pushen, maar... Hij zag het gewoon geluid. Ik heb een tekenboek gevonden van de Flix 6 was. Het is echt zo grappig. Ik moet het niet hè. De droom van God moest ik maken. Kijk hoe Flinder schrijft. Flieder. P-L-I-D-U-R. Flieder. Bij. B. Lange die party is vol, hè? Oh ja. Ik geef dat een beetje zeg maar geen idee. Ik heb er zo wel van. Flieder. Het boek met een beelden. Dat heb je veel druk. Oh, oh echt, deze plaats van iemand, ik join jou in de party. Ik probeer mezelf gewoon even te muten als ik wil praten. Oh ja.
Zo, ik heb het wel warm van. Zeg maar. Het wordt zegt, maar Jure, het viel me wel tegen dat je crasht op je favobaan. Ja, dat is echt bullshit. Even kijken hoor, ik ga nu even kijken je video. Oh ja, een beetje slides, ja inderdaad. Ja, zo race ik de hele race met die slides. Oh ja. Ja, overcorrectie eigenlijk. Maar dat gebeurt zo makkelijk daar. Dat je een beetje spint en overcorrigeert de muren aan de rechterkant. Ja, jammer, ja. Ja, ik kon er gewoon niks aan doen. Ik was gewoon een projectiel. Ja, je was gewoon een passenger toen je de muren spinde, ja. Hoe Jury nu mute klinkt net zoals boordradio. Al die mensen weten niet wat er in Bahrein is gebeurd vorig jaar. Ja, en Bahrein was vorig jaar een beetje een akkefietje met Jura en Sandro. Waar je er nog steeds boos op is, Sandro. Trouwens, vorig jaar, waar finishte jij vorig jaar in Sochi in deze race? Daar was ik niet bij. Oh ja? Oh ja. Want ik werd toen... toen werd ik volgens mij derde, maar toen was die in de finish met Sandro en nog iemand waar we gewoon met z'n drieën spinnend over de finish gingen in de laatste ronde na een safety car. Oh ja, ja, ja. Stuur eens filmpje, ja. Ik heb een 1 minuut filmpje. Oh, jezus. Jezus. Brainfart. Ik stuurde, probeer een filmpje te sturen van 1 minuut naar Sandro op Hangouts. Dat duurt al heel lang. Ja, inderdaad, Hangouts is echt, dat duurt zo lang. Oké, okay, mensen, kunnen mensen nog harder praten? Echt, holy shit. Maar ik ben echt zo blij dat ik tweede ben. En de leiding van het kampioenschap heb nu. Wacht, ik ga eens kijken naar de stand ja, na Oostenrijk. Oh, er is nu al een poll of een Instagram post. Fresh Begin wins at Russia, Nick van Gelder comes home in second in Jesper Lampinien. Oké, kampioenschap. Hoeveel punten krijg je als je tweede wordt? 18. Ja, want ik stond, Lewis Marshall was eerste en ik was...
Ja, dat is de eerste. Ja. Dat is 11 punten, dus ik sta nu 7 punten voor. Ja. Nog steeds denk ik niet. Ik denk echt niet dat ik voor het kampioenschap kan gaan, want als we eenmaal wat verder zijn, dan zullen denk ik Francis en ook Vasilios Belletsios of zo zullen ook uiteindelijk naar boven komen drijven, denk ik. Ik moet uit goud weer zoveel afvallen hoor. Maar wat deed Jure dan bij Sandro? Nou, het was in de kwalificatie en Sandro was met een paarse ronde bezig en ik zat daar, Jure zat zeg maar voor Sandro en ik zat vlak daarvoor. Dus ik zag het gebeuren achter me en Jure ging net iets te laat aan de kant of zo, waardoor Sandro geblokkeerd werd en zijn rondetijd kwijtraakte. Want Jure en ik waren allebei in een outlap. Wat was hij? Kan je straks GTA 5? Ja, misschien wel eigenlijk. Ik weet niet, ik moet even kijken. Zullen we Justin dan ook in feite? Ja, is goed. Ik ga trouwens wel, ik denk dat ik wel zo de stream ga beëindigen, want anders wordt het heel erg lang en ik wil hem graag ook uploaden op mijn gewone account, dus anders wordt het wel heel erg lang. Als Bart het niet erg vindt, niet zo huilen die Sandro. Ja, inderdaad. Inderdaad, pussy. Ik heb wel zin om de race straks even terug te kijken. Ik heb nog helemaal niks van gezien. Zijn maar af. Oké, nou in ieder geval bedankt dat je erbij was, Bart. Sorry dat ik niet heb kunnen reageren, want ja, tijdens de race had ik de chat niet meer open. En ik kon niet echt even mijn telefoon erbij pakken, dus ik ga misschien nog weer live. Ik moet alleen even kijken of het kan, maar ik denk het wel. Dus in ieder geval bedankt dat je er altijd bij was. En bedankt voor de support. En dan zie ik je later wel. Dus fijne avond nog en ik zie je later. Yo.